Voor alle boswachters is het flink wennen. Goedemorgen, ben je vroeg? In plaats van turen door de verrekijker is het nu de videocamera hanteren. Je kijkt er bijna overheen, want hij is niet zo heel erg groot. Dit is hem. De handycam, die was al in de Biesbos, gaat volgende week richting Zuidoost-Brabant en is nu in boswachterij Het Masbos. Ik ben helemaal vrij. Ik heb te horen gekregen, ga maar filmen en laat de mensen maar zien wat je ze wil laten zien. Ik heb inmiddels al meer dan een uur gefilmd en ik heb de helft nog niet laten zien. Die knopjes die doen heel vaak niet wat ik wil. Binnenkort wel te zien op YouTube is een reportage over het Markdal. Zonsopkomst, de zonsondergang. En een reportage over het Bredase Speelbos. We gaan filmen in het Speelbos. Ik ben bang dat er vandaag niet veel kinderen zullen zijn, maar wie weet. Anneke Omes is razend enthousiast over het project. Maar zoals altijd, er is ook een minder leuke kant. Wat ik iets minder leuk vind, is dat ik de beelden ook van tekst moet voorzien. Ik had hem thuis zitten maken, de tekst. In het vakjargon de voice-over, een verhaal vertellen bij de beelden. De geschiedenis is tastbaar rond Breda. Overal vind je de restanten. Anneke, wat zien we hier? De plukplaats. Er is een duif gepakt door waarschijnlijk een roofvogel. En zo maakt boswachter Anneke meer beelden van spannende plekken in het donkere Speelbos. Nou, ik wil vooral de kinderen uitnodigen om hier zelf te komen spelen en gewoon te doen wat je eigenlijk in een bos moet doen, wat je eigenlijk ook thuis zou moeten doen. Lekker hutten bouwen. Maar dat wil ik hier eigenlijk laten zien. Dat je hier gewoon zelf kunt spelen. Terwijl wij stoppen met filmen, draait Anneke gewoon door. En dat heeft een reden. Ja, ik heb hem eigenlijk nog maar 2 dagen. Ik moet er morgen alweer afscheid van nemen. Dan moet hij alweer terug. Helaas.